Goedemiddag allemaal. Het is vandaag 9 december. Het is nu 10 over 1. De meisje staat ook even hier. Die wil ook eventjes in beeld. En daar zit een andere meisje hier in de wensbank. En hier al ligt er één. Kijk. Die wil ook even in beeld. Ja. Hey. Ben je lief? Kijk eens. Nee, je wilt toch. Je bent lief, hè. Jij, je bent lief, hè. Ook kusjes voor jou. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Hey. Hey, meisje. Ja. Hey. Dus, ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Nou, ik ga eventjes naar het winkelcentrum. Ja, want ik moet eigenlijk loodstaafjes hebben. Maar ik ga eventjes in het winkelcentrum bekijken of ze ook loodballetjes hebben. Voor in mijn jurk, omdat mijn jurk nog wel eens trekt, kruipt. Ja, zo, goedemorgen. Ja. Dus daar ga ik even naar kijken. Even bij de A-winkel en bij de W-winkel. En anders even bij de schoenmaker. Ja. Dus daar zeg ik al de A-winkel, de W-winkel en de schoenmaker. Dus zal ik eens even kijken of ze het daarop hebben. En anders dan moet ik wel op de fiets weg. Dan ga ik eerst even bij de HEMA kijken. In een andere plaatsje waar vlakbij mijn mannetje aan het lopen is. Ja. Ja. En bij de H-winkel. Ja, de H-winkel. Dat is leuk. Allemaal afkortingen. En dan hebben we ook nog die E-winkel. Ja, daar ga ik ook nog vandaag heen samen met mijn mannetje. Dus ik heb het ook nog druk. En dan moet ik nog strijken. Dan moet ik nog ook nog wat anders afmaken. Qua wat ik wil gaan geven. Aankomende week. Maandag. Dus ja. Dus dat wordt nog erg interessant dit. Dus ik laat jullie zien wat ik straks heb gekocht. En ik laat nog even zien wat ik gisteren heb gekocht. Dat was dus, dat was dus 8 december, want dat is nu 9 december. Dus gisteren 8 december zijn we naar de stad geweest. Wat jullie ook hebben kunnen zien. En daar heb ik het een en ander gekocht. Dat laat ik ook vandaag even in deze vlog zien. Ja. Nou, ik ben dus bij de winkel geweest. Ja, ik ben bij de A-winkel geweest. Daar hadden ze niet wat ik wou hebben. Toen ben ik bij de W-winkel geweest. Hadden ze ook niet. Ik ben bij de schoenmaker geweest. Hadden ze ook niet. Toen ben ik bij de plaatselijke juwelier geweest. En die zijn wat anders wat ik moest kopen. Dat heb ik nu ook gekocht. En dat is een 3-in-1. Dat is dus een onderjurk. Dus nu gaan we even kijken of dat ook helle gaat helpen. Dus dat wordt nog leuk. Dus ja, ik ga even kijken of het werkt. En ik hoop het wel. Ik denk het eigenlijk van wel hoor. Want dat werd mij dus gewoon geadviseerd. Ja, maar dat helpt nou echt. Dus dat ga ik ook gewoon doen. Dus ik heb heel veel bekijks omdat ik dus nu aan het vloggen ben. Dat is leuk. Iedereen die kijkt me aan van wat is zij nou in vredesnaam aan het doen? Ja, aan het vloggen. Ja, dat is leuk. Dus lekker op YouTube kijken. Dan komen ze er ook misschien op. Ja, je weet het nooit, toch? En je mag op straat filmen. Dus ja. Dus, alleen niet in het winkelcentrum meer, helaas. Pindakaas. Maar daar hebben ze regels voor. En daar moeten we gewoon ons aan houden. Als we als vloggers zijnde. Dus ja. Er zit niks anders op dan daar gewoon aan te houden. Dus ik loop nu eigenlijk gewoon weer lekker naar huis. En dan eventjes met een klein ommetje. Vind ik leuk. Grappig, denk ik. Weet ik niet hoe ik ga lopen, maar... Of ik ga hier erin of ik ga nu nog rechtdoor. Maar ik denk dat ik hier erin ga. Ja. Ik ga hier er lekker in. Dat is helemaal leuker. Dus ja. Dit wordt leuk. Ik ga jullie gewoon misschien morgen even demonstreren van wat ik allemaal aan ga trekken. En hoe het allemaal zit en hoe het loopt. Want ik heb ook nog een nieuwe laarsje gehaald. Dus ja, dat wordt nog leuk. Dus alles even nieuw. Ik ben met mijn kleding helemaal nieuw.
Dan heb ik nog schoenen nieuw. Dus dit wordt een hele leuke vlog. Ja, voor morgen 10 december. Maar die zien jullie dan weer vele malen later. Ja. Dus ik zou zeggen, gewoon lekker kijken. En daar word ik ook gewoon weer vrolijk van. Ja. Dat ik dit gewoon voor jullie kan doen. Daar word ik blij van. Dus ja. Ik zou zeggen, dank jullie wel gewoon alvast voor het kijken naar mijn vlogs. Ja. Want ik doe toch iets waarbij jullie weer blij even worden. En dat jullie toch weer terug blijven kijken. Nou, ik zal jullie even laten zien wat ik inderdaad heb gekocht. Gisteren, 8 december. Ik heb deze gekocht. En dat is een legging. En dit is een LXL. En dit is een black, wat jullie wel kunnen zien. Joehoe. Ik wil niet wat ik wil. Ja, kijk, black. Voor 7 euro. Ja. Bij de Primark. En nee, ik word hier niet voor gesponsord of wat dan ook. Ik heb het allemaal zelf gekocht. En hij is erg warm, moet ik zeggen. Ik zal jullie wel even neerzetten. Dit is een nieuw pootje wat ik ook heb gekocht. Ja. Even kijken. Gaat dit goed? Gaat dit goed? Even kijken of dit goed gaat. Ja, dit gaat goed. Kijk. Dat is dus van deze kwaliteit. Even kijken. Gaat dit goed? Wat ik ga doen? Wat ik nu doe? Dus even kijken hoor. Dit is even allemaal nieuw voor mij, deze pootje. Moet het eventjes ondervinden, deze poot. En ja, deze moet ik even ondervinden. Sorry voor dat voor die beeld. Nee, maar er zit dus een heel raar, lekker, nou ja, heel raar. Maar er zit dus, ja, lekker een soort van vacht in. Ik zal even weer zelf kijken wat ik doe. Even kijken. Kijk, maar dat zien jullie wel. Er zit nu een heel lekker... Ja, en hij is zo warm. Echt, hij is heel warm. En dan is dit gewoon... Dit is dus de binnenkant. En dit is dus wat mensen dan weer gewoon normaal zien. Ja. Ik had dus eerst deze gekocht bij Wish, maar ja, op een plaatje stond hetzelfde als wat hierop is. Nou ja, je ziet het, helemaal niks. En dit is een XXL, maar hij komt bij mij tot en met hier, ongeveer hier. En die zwarte legging die komt al helemaal hier. Dus ja, kan ik lekker om mijn voetjes heen doen. En dan zal ik eventjes weer wat anders laten zien wat ik dus nu heb gekocht. En dit is wel een goed merk, moet ik zeggen. Yep, dit is een limited edition. Dit is wel van Annie Rolfi, maar ook hier word ik niet voor gesponsord. Nee. Dit is een 3-in-1. Ik kan hem op meerdere manieren dragen. Ik weet niet of ik het eventjes heel goed mooi in beeld kan brengen. Ik kan hem dus gewoon als topje, eigenlijk. Ik zal hem even zo neerzetten. Even kijken, even inzoomen. Misschien moet hij het wel doen wat ik wil. En ik kan hem dus zo dragen en zo. En hij is ook gelijk corrigerend. Dus, ja, dat is een 3-in-1. Dat is wat ik al zei, het is een limited edition. Ja, hij wil niet echt wat ik wil. Qua scherp stellen. Joehoe. Dus, maar dat maakt niet uit. Ja, daar was hij ook. Ja, ik kan hem dus zo dragen. Ik kan hem net zo dragen. En ik kan hem zo dragen. Dus, dan gaan we maar even uitproberen. En er zit ook trouwens een heel mooi kantje aan. Ik weet niet of jullie dat nu kunnen zien. Ja, maar er zit dus een heel mooi kantje aan de onderkant. Ik zal hem even eruit halen, zodat jullie hem ook kunnen zien, mezelf. Want ja, het gaat tenslotte om het product, toch? Productreview, want dat staat ook op mijn tags, dat ik dat dus doe. Dus ja, dan moet ik het er ook doen, hè, vanzelf. Ja, dan moet ik dat dus ook doen. Ja, kijk, en deze kan ik ook nog draaien. Oh, daar ben ik heel blij mee. Ja. Oh, kijk. Ja, en het draait nog lekker naar nieuw, dus dat vind ik ook wel weer fijn.
Even kijken, bedankt voor het kiezen van een Annie Roffy artikel, alstublieft. Ja, nou, zo ziet het dus uit met spaghettibandjes. En wat ik al zei, er zit ook kant onder. Dus dat gaan we van de week maar eens uitproberen. Moet ik ook kijken. Nou, er zit dus geen voor of achter waarschijnlijk aan. Oh ja, kijk. Ik heb hem gelijk goed, want wat jullie nou zien, dat is inderdaad de voorkant. Want als ik het zo goed zie, kijk, want dit is de achterkant. Ja, en dit is dus een XL. Dus even kijken, ik heb hem even expres op een XL gekocht. Want, nou ja, expres, want er waren dus niks meer. Maar het is wel gelijk een corrigerende onderjurk voor mijn normale jurk. Die ik dus 11 december aan ga doen. Ja. Nou, net zoals deze laarzen. Heb ik dus ook gekocht bij de Primarkt. Ja. Hij zit erg lekker. Het is een maatje 40-41 voor... mag ik niet liegen? Ja, die zit in mijn portemonnee. Ik zal hem even pakken. Voor 28 euro geloofde ik. Maar ik zal hem even pakken, mijn portemonnee. Ja, op een volg liegen? Nee, dat werkt niet echt vanzelf. Nee, moet ik even kijken wat de portemonnee zegt. Even kijken waar ik dat heb van de Primark. Hier. 28 euro, ja, 28 euro. Dus daar ben ik heel blij mee. Dat ik dat dus weer heb gehaald gisteren. Ja. Dus ja, ik heb nog pantykousjes ook gehaald voor 2 euro. Die zijn wel lekker ook trouwens. Ja, die zijn ook lekker lang. Ik zal even er eentje laten zien. Die zijn ook lekker lang. Er zitten 3 voor 2 euro in. Dit is een 40. Ja, kleur 40. Dus lekker mooi zwart. Mooi zwart is niet lelijk. En de kleur zwart bestaat eigenlijk niet. Dus nee, ik heb er gisteren hier 2 voor gehaald. En eentje is dus voor mijn moeder. Dus die neem ik ook mooi mee. Dus eens even kijken of ze het gaat passen. Ik denk het wel hoor. Want wat ik past, past zij ook. Dus dat ben ik ook. Ja. Dus deze gaat voor mijn moeder mee. En die andere die heb ik gisteren aangehad. Daarom zeg ik al, hij is heerlijk warm. Want gisteren had ik hem dus aan. En ik was eventjes op de bank een beetje in slaap gevallen, et cetera. En ik moest eventjes naar het kleine kamertje. En in één keer voelde ik toch die kou op mijn benen. Ik denk, mij, dit is warm. Want normaal, dan heb ik het niet zo warm op mijn voeten. Dus benen, voeten, ja. Dus ik had zoiets van, zo, dit is echt warm. Dus ik adviseer, heb je het echt koud? Ga eventjes naar de Primarkt. Haal deze, want deze is heel warm. Velvet. En ik heb dan een LXL, maar hij is echt magnifiek. Gewoon halen. Dus holle naar de Primarkt. Ja, en dan wou ik nog jullie wat laten zien. Ik had dus eerst deze standaardje. Heel irritant. Wil niet wat ik wil. Nee. En er zit ook zo'n soort van broekriemclipje op. Maar ik heb voor 2,50 en bij de Action dus deze gehaald. Die zat dus net hieronder. En ja, dat is wat fijner vasthouden dan... Dit, ja dat, kijk, moet jullie ook maar zien hoe en wat voor verschil er ook in zit qua, kijk, even kijken hoor, of jullie het kunnen zien. Jawel hè, hij is ook een stuk groter deze, deze is een heel stuk kleiner, kijk maar, wat een verschil. Dus deze zit er nu tegenwoordig op, dus ideaal. En voor 2,50. Ik zou zeggen, ik wil rollen naar de Action. Als je deze nog niet hebt. Dus wij worden ook alleen maar weer beter hoor. En met dingen aanschaffen. Dus ja, daar ben ik alleen maar weer blij mee. En dat wij ook weer alleen maar weer beter worden. Dus heb je nog tips en tricks? Of opmerkingen? Zet het juist hieronder. Hè? Daar, en daar houden we van. Daar kunnen wij ook weer van leren. Ja. Leren en daar houden wij van.
Nou, weer thuis aangekomen. We zijn bij de Jumbo geweest. Om even weer gratis boodschappen te halen, eigenlijk. Ik heb gratis boodschappen bij de Jumbo. De biologische gehakt. Die is nog maar... dat is dus op de datum van vandaag. Scherp stellen. Mag wel vandaag nog. Hij pakt hem niet. Ja. Dit is dus datum van vandaag. Nou, dan kunnen jullie ook gelijk zien hoe duur het was, maar dat maakt niet uit. Deze ook op de datum van vandaag. Lekker klassieke runderstoof met jagersaus. Ja. En dan hebben we nog shawarma-reepjes. Ja. En dan nog de kaas. Voor 5 euro. Ja. En dan was deze ook nog op de datum van vandaag. En dan heb ik gewoon zelf gekocht en bij de Hoogvliet de karnemelk. Want die met smaak vind ik niet lekker. Ik heb de bitterkoekjes pudding gehaald. En heb ik croissantjes gehaald. 2, 4, 6, even kijken. 2, 4, 6, 8 stuks. Ik heb deze gehaald. Bolinebol, weet ik veel hoe die heette. En dan heb ik bij de Hoogvliet antifliet. Drop menthol heb ik gehaald. En ik heb eventjes rookworst gehaald. Dat vind ik erg lekker. Dus ja, dat is eventjes alweer de shopvlog voor nu. Ja. En niet te vergeten, wat gaan we eten vanavond? Gewoon lekker makkelijk broodje met lekker vlees. Ieder twee en lekker een broodje. En misschien met nog een beetje een broodje ei of zo. Ja, dus dat gaan we eten. Ik... wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, doe juist vooral een duimpje omhoog. Abonneer even op mijn kanaal. En doe het belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer.